Paragraaf 1.3 gaat over de Eerste Wereldoorlog. Weer een lekker vroeg in de ochtend opneemparagraaf. Dus als mijn stem wat dieper klinkt dan normaal, dat is omdat ik letterlijk net uit bed gerold kom. Ik heb een kopje koffie, dus we gaan er tegenaan. Langste de paragraaf, denk ik, die ik ooit heb opgenomen. Lesdoelen. Jullie kunnen uitleggen hoe de moordaanslag op Frans Ferdinand ertoe leidde dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Frans Ferdinand, kroonprins van Oostenrijk-Hongarije, dus dan weet je dat in ieder geval alvast. Al jullie kunnen uitleggen wat een totale oorlog inhoudt en jullie kunnen uitleggen wat er in de Vrede van Versailles wordt afgesproken. En die Vrede van Versailles, dat is een heel belangrijk begrip voor de komende hoofdstukken. Want dit is, in de Vrede van Versailles wordt eigenlijk al vastgelegd dat er een Tweede Wereldoorlog uit gaat breken, zou je kunnen zeggen. Nou, dus dit was waar we vorige keer zijn gestopt. De spanningen in Europa die nemen toe. Daar waren vier redenen voor. En daarbij hebben we ook de vijfde reden: de bondgenootschap opgenomen. Er was ruzie tussen Frankrijk en Duitsland, want er was een oorlog geweest. En Duitsland die had gewonnen van Frankrijk, dus Frankrijk wil Duitsland weer gaan vernederen. Er was groeiend nationalisme. In heel Europa. Frankrijk wilde laten zien dat ze de beste waren. Duitsland wilde laten zien dat ze de beste waren. Ver Verenigd Koninkrijk wilde laten zien dat ze de beste waren. Modern imperialisme. Europese landen gaan de wereld in om zoveel mogelijk kolonies te veroveren. Dat um, zorgt ook voor grote spanningen. De wapenwet voornamelijk tussen Duitsland en uh, het Verenigd Koninkrijk om zoveel mogelijk schepen de wereld in te brengen. En dan die bondgenootschappen. Die ervoor zorgen dat als een van deze landen in oorlog raakt met een van de andere landen. dat iedereen met elkaar in oorlog is. En dan heb je gelijk een wereldoorlog aan je broek. En dat gaat uiteindelijk gebeuren vanaf. 28 juli 1914. Op 28 juli 1914... wordt Frans Ferdinand... de kroonprins van Oostenrijk-Hongarije... wordt neergeschoten door een Servische man... Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, dat was... Nou, die, die aanslag gaan we voor nu even niet bij stilstaan. Maar wat er eigenlijk aan de hand is... is Oostenrijk-Hongarije is kwaad. Oostenrijk-Hongarije is heel kwaad op... Servië. Want de Servische man... Gavrilo Princip heeft deze aanslag... Um, gepleegd. Dus... Oostenrijk-Hongarije wil vrede op... Servië. Maar als je nog weet wat ik in de vorige paragraaf heb uitgelegd: dat Servië onder bescherming viel van Rusland. weet je al dat dit niet goed gaat aflopen. Oostenrijk-Hongarije verklaart de oorlog aan Servië. Dat is het begin eigenlijk van de oorlog. Oostenrijk-Hongarije neemt een groot leger mee, valt Servië binnen, gaat lekker lopen te schieten daar. en dat is eigenlijk het enige wat zij gaan doen, want Oostenrijk-Hongarije stelt niks voor in heel deze oorlog. Duitsland steunt Oostenrijk-Hongarije. Duitsland is een vriendje van Oostenrijk-Hongarije. Dus Duitsland zegt gewoon schriftelijk: Nee, lekker bezig. We gaan er gewoon tegenaan. Um, dus we gaan lekker oorlog voeren in Servië. En ik steun jou hierin. Rusland, daarentegen, had besloten om Servië te gaan beschermen. Dus wanneer Servië werd aangevallen, zou Rusland aanvallen. En. Rusland die begint ook met het mobiliseren van het grootste leger in Europa. Want Rusland is een gigantisch land met gigantisch veel mensen. Het zijn niet per se altijd de best getrainde mensen, maar deze mensen zijn wel een heel groot leger samen. Dus dit leger wordt opgetrommeld om naar het front te gaan, om te gaan vechten tegen de Oostenrijk-Hongaarse soldaten die aanvallen. Servië wordt beschermd door Rusland. En Duitsland vindt dit nu eng. Dus. Duitsland, dan zou je denken, Duitsland die pakt de leger. Dat leger, dat zetten zij aan de grens toe en dat sturen zij dan naar Rusland. Maar wat er echt gaat gebeuren is dat Duitsland nu haar leger pakt en Frankrijk binnenvalt. Uit angst voor Rusland besluit Duitsland om Frankrijk aan te vallen. En omdat zij Frankrijk aanvallen, nee, Frankrijk aan te vallen. Want het plan is eigenlijk als volgt. dit is het von Schlieffenplan. Het von Schlieffenplan Spreekt als volgt. Het translieveplan zegt: als wij aangevallen worden door Rusland, dan moeten wij zo snel mogelijk Frankrijk compleet verslaan. Als wij het hele leger door België op laten trekken om Frankrijk binnen te vallen. Want als we via de grens gaan, dat is veel te zwaar beschermd. Dus wij moeten via België. Als wij Frankrijk dan eerst eventjes snel kunnen verslaan, dan kunnen we daarna al die soldaten oppakken en richting. Rusland sturen, want op dat moment is Rusland pas klaar met mobiliseren. Want het hele idee, de hele premisse achter dit plan is dat Rusland achterlijk is en dat Rusland het niet voor elkaar krijgt om binnen twee maanden een heel leger te hebben geformuleerd. Dat, dat mobiliseren van het leger dat kost vrij veel tijd. En in Rusland kost dat nog veel meer tijd, omdat dat een heel groot land is en omdat dit land economisch en militair en industrieel achterloopt op de rest van Europa. Dus. Dat is eigenlijk het hele plan achter het Von Maar een van de belangrijke delen van dit Von is België. Duitsland valt Frankrijk aan via België. En dat heeft er allemaal mee te maken om dan heel die verzwaarde verdedigingslinie um, te omzeilen. Maar België wordt al heel lang, eigenlijk sinds, sinds 1830, wordt dat al beschermd door het Verenigd Koninkrijk. En Frankrijk weet nu, wij worden aangevallen door Duitsland. Het is dat ze via België trekken, maar de Bel het Duitse leger is onderweg naar ons. Dus... Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog. Engeland en Frankrijk um, mobiliseren het leger ook. Het Frans leger, dat was al wel grotendeels gemobiliseerd. Het Engelse leger was het meest gemobiliseerd. Want het Engelse leger was het beste leger van Europa op dat moment. Want het Engelse leger bestond uit soldaten die ook getraind waren. Getrainde soldaten die wel eens in oorlog hebben gevochten, die betaald werden om soldaten te zijn. Franse en Duitse en Russische legers bestonden uit, hoe noem je dat? Uh, dienstplichtige jongens. die opgetrommeld werden. om naar het front te gaan. Dus dat waren mensen die niet per se. goed waren in oorlogvechten. Deze soldaten waren wel goed in oorlogvechten. maakt in principe niet veel uit, want na twee maanden. is, hij, is dit leger ook weer verslagen. Uh, dus. bestaat elk leger, ook het Engelse leger. uit voornamelijk. Um, hoe weten ze? Ik vergeet het elke keer. dienstplichtige jongens. Dus. terwijl Duitsland ook met Frankrijk vecht. valt Rusland Duitsland aan. Dit was het hele probleem waardoor het von Schlieffenplan bestond. Rusland zou in één keer het zou niet aan kunnen vallen. Want Rusland is achterlijk. Dus Rusland is te groot. En dat te mobiliseren kost veel te veel tijd. Maar Rusland heeft het wel voor elkaar gekeken om heel snel een leger op de been te trommelen. En Duitsland wordt aangevallen. En dan krijg je het probleem wat het von eigenlijk wilde omzeilen. Die twee fronten oorlog. Een twee fronten oorlog is een oorlog waarin een land aan twee kanten tegelijkertijd moet vechten. En dat is eigenlijk heel, 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 heel zwaar. Merkt Duitsland al heel snel. Duitsland wordt nu gesandwiched door uh, Frankrijk en Engeland aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Dus dat is geen, geen goed punt voor Duitsland, laten we het zo zeggen. De Twee frontoorlog um, gaat ook niet heel erg goed uitpakken voor Duitsland. Maar het verschil is dus niet gelukt, Frankrijk is nog niet verslagen, het Duitse leger zit vast eigenlijk in België en deels in Noord-Frankrijk en die oorlog die gaat maar door en maar door terwijl Rusland ook al aanvalt. Dan gaan de kolonies van de verschillende landen, want we hebben het nog steeds in de periode van modern imperialisme. De kolonies van verschillende landen, die gaan ook mee vechten, die besluiten. Uh, die moeten aan de kant van hun meester eigenlijk mee gaan vechten, dus Indië. Wordt betrokken in deze oorlog. Heel delen van Noord-Afrika worden betrokken in deze oorlog. Canada wordt betrokken in deze oorlog. Um, Australië wordt betrokken in deze oorlog. Want dat zijn allemaal kolonies van andere Europese landen. En um, de Democratische. Nee, sorry. Congo wordt ook betrokken in deze oorlog. Want dat was een kolonie van, de, van België. Dus die moet ook, daar moeten ook Congolezen mee gaan vechten. En dat betekent dat dit eigenlijk is hoe de wereld eruit ziet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je ziet hier de blauwe gebieden. Dat zijn delen die horen bij de Centrale. Je ziet hier Duitsland en Oostenrijk, Hongarije, die blauwe gebieden en daarbij ook het Ottomaanse Rijk wat meevecht. En delen van, uh, hoe noem je het? Frankrijk. Frankrijk. Delen van uh, Afrika, want die moesten ook mee gaan vechten. Uh, want, dat waren de, want dat waren kolonies. En die gele gebieden, dat zijn gebieden die niet um, mee vechten, maar die wel geallieerd zijn eigenlijk aan, um, hoe heet het? Aan, zo. De geallieerden. Zo, die zijn vriendjes van de geallieerden. De geallieerden die moeten uh, die worden ondersteund door de Verenigde Staten bijvoorbeeld en door Brazilië en door China. Niet in de vorm van, van oorlog, maar in de vorm van jullie krijgen wapens van ons. En jullie krijgen eten van ons. Brazilië produceert bijvoorbeeld heel veel eten voor deze soldaten. Amerika gaat later ook meevechten, maar dat komt later pas. In het begin wordt iedereen in Europa heel erg blij over die oorlogsverklaringen. nationalisme betekent eigenlijk dat iedereen wil aan elkaar willen laten zien wie het beste land van de wereld is. En nu gaat iedereen kunnen laten zien. Nou, we gaan laten zien wie de baas is. Wij gaan er wel even voor zorgen dat iedereen weet dat Engeland het best land is. Dat iedereen weet dat Frankrijk het best land is, dat iedereen weet dat Duitsland het grootste rijk van de wereld is. Dus dat is, het is hartstikke goed. Het is gewoon hartstikke lekker dat we dit even uit ons systeem kunnen krijgen. Dat is wat, het idee achter die oorlogsverklaringen. Ik neem even een slokje koffie. Lekker. En een heel ander plan. wat er, wat er opkomt in het plan. Nou ja, een idee wat er heerst in Europa. is: we zijn klaar voor Kerstmis. Wij zijn klaar voor. Dat ik, we zijn binnen een half jaar zijn we klaar met deze oorlog. En dan zegt iedereen: Ah, oh, Ik ben verslagen. Dat is heel vervelend. Maar goed zo, Engeland, jullie hebben gewonnen. Of goed zo, Frankrijk, jullie hebben gewonnen. Jullie zijn het beste land van de wereld. Dat is het idee achter deze oorlog. Het, 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 het plan. Nou, ik zeg weer het plan, want dat is het niet. De overheersende emotie is dat dit de war is to end all wars. Dit, zijn, dit is de laatste oorlog. Als we deze oorlog hebben gevochten, dan weet iedereen wie het beste land van de wereld is. En er hoeft er nooit meer oorlog gevochten te worden. Dus dit is de laatste oorlog. We weten nu dat het zeker niet de laatste oorlog is. Het is niet eens de laatste wereldoorlog geweest. Maar dit was de laatste oorlog waarvan mensen zeggen: Oh, deze moet nog gevochten worden. En dan is het klaar. Dan weten we gewoon wie de mensheid heeft gewonnen op hard mode. De Eerste Wereldoorlog was een totale oorlog. Dus daarom was het ook belangrijk dat heel het volk erachter stond. Want een totale oorlog, en dit is even een belangrijk begrip, betekent dat niet alleen het leger, maar ook de hele samenleving was betrokken bij deze oorlog. Dat betekent dat niet alleen het leger moest gaan vechten, maar de samenleving ook in dienst werd gesteld van het leger. Dus de nationale economie was in dienst van het leger. Dat betekent dat dingen zoals fietsen en. Kleine vissersbootjes. Die werden niet meer geproduceerd. De, die, die fabrieken die werden omgebouwd tot wapenfabrieken. Die werden omgebouwd tot munitiefabrieken. Die werden omgebouwd tot andere leuke fabrieken. Maar tenminste, zolang er maar meegevochten werd. Zolang het maar een dienst was van de, het leger. Propaganda is nodig om het volk te laten geloven in de oorlog. Propaganda betekent eigenlijk dat het reclame is... van um, het leger om het hele volk te kunnen laten geloven in de oorlog. Dan krijg je posters zoals deze, die zie je ook de wereld ingaan in die tijd. Je ziet hier bijvoorbeeld, the Britons want you, join your country's army. Dat is het idee van, Groot-Brittannië wil dat jij mee gaat doen. This Lord Kitchener, Lord Kitchener wants you. Die wil dat jij mee gaat doen met deze oorlog, want dat is nodig. Dat is, om, dat is hoe jij jou gaat laten zien als het, het, het beste volk ter wereld. Um, Duitsland wordt hier afgebeeld als een grote bruut die of de wereld op probeert te eten of Amerika binnen probeert te vallen en gewoon iedereen probeert dood te maken. Duitsland is het gevaarlijkste land ter wereld, dus je moet destroy this mad brute en jij moet meegaan doen met deze oorlog. Dit is allemaal propaganda die de wereld ingeslingerd wordt, zodat iedereen het gevoel krijgt van wow ja, yeah, ik moet echt meegaan doen met deze oorlog It's echt vet man. En dat is um, eigenlijk een van de meest typerende dingen van deze oorlog dat het hele volk gewoon achter deze oorlog moest blijven staan en als er een krantenartikel kwam waarin stond: Nou, deze oorlog is niet zo heel erg leuk voor ons. Dat werd gelijk onderdrukt in welk land dan ook. Elk land mocht, in elk land mochten kranten alleen maar uh, verhalen schrijven over hoe goed het ging in de oorlog en hoe dichtbij we eigenlijk bij de overwinning waren. Want anders zouden mensen het vertrouwen verliezen in deze oorlog en dan zouden ze nooit meer oorlog gevochten willen. Zouden ze geen oorlog meer willen vechten? In het begin van deze oorlog vielen er heel erg veel slachtoffers. En dat had ermee te maken dat alle landen nog heel ouderwets vochten. Oorlog, dat was een van de eervolste en glorieusste dingen ter wereld. Dat is, dat is waar mannen zichzelf konden wegzetten als meesters op het slagveld. Als echte heilhaftige ridders zou je het kunnen zeggen. Dus dat betekent ook dat deze soldaten, tenminste de hogere soldaten, die hadden chique en luxe uniformen, die hadden hele dure... Kettingen, die hadden hele dure badges aan, die hadden hele mooie helmpjes, die hadden hele mooie wapens met bayonetten erop. En je ziet gewoon op deze, dit plaatje hieronder van dit is, dit is hoe de soldaten er toen uitzagen, tenminste de hoge officieren. Want het is eervol, dus je wil aan iedereen laten zien hoe chic en hoe tof jij bent. Dus er waren massale aanvallen, die, werden, die vonden plaats. Het was eigenlijk het idee van nou we gaan met z'n allen gaan we rennen en dan gaan we schieten en dan gaan we met ons zwaard gaan we slaan. En op die manier gaan wij eigenlijk de oorlog winnen. Er waren ook massale aanvallen op paarden. Dat, dit plaatje wat je hier ziet is een plaatje wat je zo had kunnen zien in de Eerste Wereldoorlog. Want er waren gewoon cavalerieaanvallen, waarin mensen een zwaard pakten, op een paard gingen zitten en kaarten tegen de vijand aanrenden, in de hoop dat je op die manier een mitrailleur neer kunt slaan. Er waren grote gevechten in open velden en dat is vroeger was dat allemaal best stoer als je dan bijvoorbeeld in de tijd van Napoleon keek dan gingen mensen met z'n allen wapens gingen ze groot veld staan gingen ze piu 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 schieten en dan vielen er doden maar uiteindelijk wist je wie er had gewonnen dat is niet wat er nu gaat gebeuren want deze oude strategieën die waren niet voorbereid op de moderne wapens die werden gebruikt in deze oorlogen zoals uh, mitrailleurs mitrailleurs dat zijn wapens waar je heel erg veel kogels tegelijkertijd nou, niet gelijktijd, maar heel snel achter elkaar kunt schieten. Dus dat betekent als er zo'n massale paardaanval naar je toe komt, dan zet je één keer je mitrieur. en dan ga je ratatatata aan. En dat betekent dat al die paarden omvallen en dat al die soldaten dan gedood worden door je mitrailleurs. Er um, zijn snellere en betere wapens. Gewoon normale geweren waar je vijf kogels binnen 30 seconden, nee niet eens, 20 seconden kon afschieten. 10 seconden eigenlijk als, als je goed je best deed. Gewoon heel snel kon schieten in plaats van dat je een half uur bezig bent met je musket te laden. Er zijn hele grote artilleriewapens. Dat betekent dat er gewoon kanonnen die kunnen kilometers ver geschoten worden. Er kunnen explosieve kilometers ver geschoten worden. Dus ja, vroeger waren er nog steeds kanonnen, maar die waren niet heel erg... Ja, je kon er niet heel erg goed mee schieten op het vijandig leger. Het kon wel, maar het gebeurde niet veel. Want je kon er niet per se heel goed mee mikken. Maar nu heb je explosieven die je super ver kunt schieten. Waardoor je een heel leger eigenlijk al uit kunt schakelen voordat ze bij jou in de buurt zijn. Er, later in deze oorlog vinden er ook vliegtuigen. Zijn er zijn ook vliegtuigen en zeppelins trouwens ook. Waarmee je bommen naar beneden kunt gooien. En andere dingen naar beneden kunt gooien. Zonder dat de vijand daar iets tegen terug kan doen. Want er zijn geen wapens die hoog genoeg kunnen schieten daarvoor. En er wordt gebruik gemaakt van gifgas. Gifgas dat is ook een. En vlammenwerpers trouwens ook. Dat zie je hier op dit plaatje. Maar gifgas dat zijn gewoon letterlijk. ...gaskranen die worden opengezet en dat gif gaat dan richting de vijand en de vijand smelt dan eigenlijk soort van... ...want dit is precies waar het gifgaf voor bedoeld is. Gewoon in de loopgraven waar we zo meteen op komen mensen uitschakelen. En dat werkt. En daarom vallen er zo afgrijzelijk veel doden in deze, in deze eerste maanden van de oorlog eigenlijk... Want die grote massale aanvallen dat, die zijn niet opgewassen tegen de mitrieurs en de wapens die er dan zijn op dat moment. Dat betekent dat een heel leger gewoon makkelijk uitgeschakeld kan worden in, in een heel kort tijdstip eigenlijk. Want niemand houdt er rekening mee. Want die oude glorieuze strategieën, dat werkt niet. Dat is niet meer van deze tijd. Dus superveel doden. Voor niks eigenlijk. Nou, heel deze oorlog was niet per se nuttig. Maar, maar maakt van niet uit. Dit is eigenlijk wat er dan gaat gebeuren. Soldaten die gaan bescherming zoeken. Soldaten die vinden het over het algemeen niet heel erg leuk als zij worden doorzeefd door mitrailleurkogels. Dus wat gaan zij doen? Zij pakken een schepje, zij gaan zich ingraven en zij gaan in een schuttersputje zitten. En in een schuttersputje wordt je niet zo makkelijk geschoten. Je ziet hier een soldaat in een schuttersputje liggen. Dit is wel een oudere, een latere foto, maar het idee is hetzelfde. En dat betekent dat jij gewoon een natuurlijke bescherming hebt... Tegen de vijandige kogels. Dus dan zit je goed. En dan kun je vanuit dat schuttersputje Kun je goed gaan schieten. Soldaten die gingen dan naar andere schuttersputje toe graven. Want je kunt niet de hele tijd in je eigen schuttersputje zitten. Dus je graaft naar een ander schuttersputje toe. Zodat jij uh, toch veilig naar een andere plek kunt komen. Als je eten nodig hebt. Of als je denkt. nou, oh, ik vind het wat chill daar. Dus ik ga naar mijn vriend toe. Um, en dat was, op deze manier ontstaan er eigenlijk loopgraven. Op deze manier ontstaat de loopgravenoorlog. Soldaten gaan zich helemaal inbouwen. In de grond die gaan heel diep soms ook. En opdat zij zo diep gaan kunnen zij niet meer geraakt worden door overvliegende kogels. Ze kunnen nog wel geraakt worden door gifgas bijvoorbeeld en zij kunnen nog wel geraakt worden door goed getimed goed gerichte artilleriegranaten, maar over het algemeen wordt er niet heel erg veel meer geschoten. Worden er minder soldaten doodgeschoten dan in het begin van deze oorlog. Die loopgravenoorlog er dus voor dat het veiliger is voor de soldaten en tegelijkertijd heel onveilig, want dit is ook geen Pretje. De, de loopgravenoorlog was een van de ergste tijden in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk. Maar goed, die loopgravenoorlog die is nu established eigenlijk en die gaat niet meer weg. Letterlijk. Tot het einde van de oorlog blijft deze loopgravenoorlog waar die is. Het leven in de loopgravenoorlog. Nou, dit was eigenlijk hoe zo'n loopgraaf eruit zag. Je ziet hier een plaatje: je ziet uh, de, een frontlinie loopgraaf. Daarachter zie je een bevoorradingsloopgraaf. Je ziet daar achter nog een reserve loopgraaf. En je ziet daar uh, binnenin: zie je betonnen bunkers en uitdiepingen eronder. En nog diepere, uit, uh, nog diepere uitgravingen. Wat je hier op dit plaatje ziet, is eigenlijk hoe zo'n loopgraaf eruit zag. En voor de loopgraven. Dat was het ergste punt van heel de wereldoorlog, de, was het niemandsland. Het land tussen de loopgraven van beide partijen. Het niemandsland dat was helemaal omgeploegd, dat was helemaal door zwaar artillerievuur. Daar lagen kogels in, daar lagen lijken in waar je niet bij kon komen. Daar, daar lag gifgas, tenminste wat nog gifgasresidu wat achtergebleven was. Dit was geen pretje. Het niemandsland lag vol met mijnen, lag vol met prikkeldraad. Daar kon je niet zo makkelijk doorheen. Dus het levende loopgraven was geen pretje. Um, in de loopgraven. Dit was eigenlijk het plaatje wat je kon zien in de loopgraven. Je ziet daar de soldaten die gaan door de loopgraven heen naar het vijandige vuur. Ondertussen vliegen er kogels over en weer. Uh, je ziet dat er mensen in de buurt, mensen waarmee je opgegroeid bent. Want je zat meestal met soldaten uit je eigen dorp, zat je in de buurt. Mensen waarmee je opgegroeid werd, die worden door 70 vijandige kogels. Die zie je nooit meer levend terug. Die vallen gewoon dood neer in je loopgraaf voor jou. Maar jij moet doortrekken, want anders word je desnoods nog doodgeschoten door mensen achter je. Want soldaten waren, waren op dit moment eigenlijk heel erg. Ja, die werden zowel geterroriseerd door hun eigen commandant als door het vijandig leger. En um, het plaatje wat je daarboven ziet, dat zijn gewoon mensen die um, een gifgasaanval hebben overleefd. Er zijn heel veel soldaten blind doorgeraakt en hebben andere dingen meegemaakt. Want dat gifgas zorgt ervoor dat het delen van je lichaam gewoon niet meer functioneren. Zoals je ogen. Dat is, die worden aangetast door gifgas en daardoor kun je niet meer zien. En moet je op deze manier handen op de rug van degene voor je naar uh, het ziekenhuis komen, eigenlijk. Maar goed, levende loopgraven was absoluut geen pretje. Hier gingen mensen dood, ook door ziektes, omdat je in zo'n loopgraaf zat. En dat bleef je dan in je eigen water staan en in je eigen vuiligheid, want je kon nergens anders naar de wc. En bloed lager, want er waren mensen daar geschoten en lijkt lager er soms. Dus dit was echt, echt geen pretje. Hier gingen mensen in dood door infecties. Dus ja, niet heel leuk. Door de loopgravenoorlog liep de oorlog helemaal vast. Het front bewoog niet meer. Mensen ging, er werd, soms werd er een meter gewonnen uh, naar, uh, naar Duitsland toe, of er werd een meter gewonnen door Duitsland richting Parijs. De loopgraven werden steeds dieper en breder en die waren eigenlijk niet meer in te nemen. Er was één grote bunkeroorlog waardoor iedereen vast zat en er werd alleen maar gewoon: het werd een uitputtingsoorlog. Wie zou er op een gegeven moment als eerste geen soldaten meer kunnen sturen? Dat is eigenlijk waar mensen op zaten te wachten. Dat zou nog heel lang door kunnen gaan. Maar er waren wel een paar belangrijke ontwikkelingen aan het front. In december 1914 bijvoorbeeld vinden de kerstbestanden plaats. Want om even terug te gaan naar dat gebied wat we hier in het begin hebben besproken. Daar Europese mensen dachten deze oorlog is klaar rond de kerst. Met de kerst zijn wij thuis. En nu blijkt dat met de kerst. Helemaal niemand klaar is. En heel veel soldaten die hebben, zijn erachter gekomen dat zo'n oorlog absoluut geen pretje is. Dat zij het helemaal niet leuk vinden daar. En dat zij toch liever naar huis zouden gaan. En dan heb je een paar van die soldaten die eigenlijk leven niet meer zien zitten. Die denken ondertussen dat mensen aan het schieten zijn. Halen zij uit een bos, halen zij een kerstboom. En met die kerstboom lopen zij gewoon het niemandsland in. Geen zin meer in leven. De, de dood kan ze meenemen. Dus zij zet die kerstboom daar. Zij plant die kerstboom daar. En iedereen aan de, welke kant van het front ook. die zit met over zijn wapen te kijken. en die denkt: wat is deze gozer nou aan het doen? Dit is krankzinnig, wat gebeurt hier? Maar terwijl ze dat denken, zijn ze niet aan het schieten. Betekent dat er minder kogels naar de vijandige kant gaan. Waardoor meer mensen boven gaan kijken: van, wat is hier nou aan de hand? Waarom vliegen er geen kogels meer over en weer? En sommige dappere soldaten die lopen uit de loopgraf. Die lopen richting die kerstboom. Om daar te kijken wat er aan de hand is. En vanuit allebei de kanten. En dat zorgt ervoor dat de soldaten in één keer van welk leger dan ook... gewoon bij de kerstboom staan... handjes staand uitschudden... een beetje met elkaar proberen te communiceren... in het gebroken Duits en het gebroken Engels... en het gebroken Frans wat ze beheersen... en vragen naar van... hey, ik ben wel eens een keer in Berlijn geweest... ken je die en die? Ja, 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 die zit daar bijvoorbeeld ook in het loopgraf. Dit is gewoon in één keer... één groot vriendschappelijk feestje daar... wat er in het Niemandsland plaatsvindt. De kerstbestanden... betekent eigenlijk gewoon een vrede tijdens de kerst... en er werd niet gevochten... maar dat was niet besloten door de officiers... Dit is een van de vreemdste dingen die ooit plaats hebben gevonden in de geschiedenis, maar dit was gewoon in een keer de soldaten die besloten, ja, nee, wij hebben eigenlijk geen zin meer. Dus toen gingen ze in oorlog vervoeren. Die officiers van allebei de kanten, die werden helemaal lijp, die vonden dit niet leuk. Dus dat betekent dat deze mensen, de aanstichters, die echt niet meer wilden vechten, die werden gewoon ter plekke geëxecuteerd, want die, die mochten, dit, dit mag niet. Het kan niet zijn dat jouw leger niet meer voor je vecht, wat is dit nou weer, hè? Doe maar. Dus die kerstbestanden die lopen niet goed af en er gaat nooit meer een kerstbestand plaatsvinden. Maar dit is wel even een belangrijk teken dat deze soldaten toch echt absoluut niet zo heel erg achter de oorlog stonden, over het algemeen. 6 april 1917, dat is het eerste moment dat er weer een groot ding plaatsvindt in de oorlog. Amerika verklaart Duitsland de oorlog. Dat komt omdat Duitsland een uh, telegram had gestuurd naar. Mexico, met de vraag... Zouden jullie alsjeblieft mee willen vechten in de oorlog? Want het gaat niet zo goed. Dus Duitsland wil in één keer Mexico gaan betrekken bij de oorlog. En dat vindt Amerika helemaal niet zo chill. Want kijk, een oorlog aan de overkant van de sloot. Dat maakt niet veel uit. Want daar zitten mensen die... Ja, wat hebben we daar nou in te maken? Maar... Duitsland verklaart nu ook. Zegt dat. Mex wil Mexico mee gaan laten vechten in de Oerse oorlog? En Mexico grenst aan Amerika. Dat betekent dat er in één keer een vijandig leger. aan de Amerikaanse grens zou staan. Dat vindt Amerika niet heel chill. Daarnaast vindt Amerika het ook niet heel chill. dat Duitsland de hele tijd. Amerikaanse boten uit de sloot aan het schieten is. Want er zijn sommige Amerikaanse boten. die wel eens dingen leveren aan het Britse leger. en dat wil Duitsland niet hebben. Dus Duitsland. Die schiet ook Amerikaanse boten uit de zee. En dat zorgt ervoor dat. Ja. Heel veel uh, Amerikanen nu in één keer wel achter de oorlog staan, terwijl ze dat eerst niet deden. Dus Amerika wordt betrokken bij de oorlog en vanaf dit moment is eigenlijk het einde getekend voor Duitsland. Want met zo'n groot industrieel machtig land aan de overkant van de sloot wat meevecht in deze oorlog, gaan zij het niet meer winnen. 3 maart 1918, dat is wel een moment dat heel, dat heel positief uitpakt voor Duitsland. Tenminste, zo lijkt het wel. 3 maart 1918 wordt er een vrede getekend tussen Duitsland en tussen de Russen. En ik zeg hier heel specifiek de Russen, want het is geen Rusland, want Rusland is op dat moment verworpen. Er is op dat moment een Russische revolutie plaats om de Sovjet-Unie daar te, te maken, zou ik zeggen. En daarom wordt in één keer een van de grootste vijanden van Duitsland, een van de grootste legers die nog aan het vechten is in deze oorlog, die trekt zich terug. En er is een vrede gesloten tussen Duitsland en tussen Rusland. En dat betekent dat Duitsland niet meer in een tweefrontoorlog vecht, maar in een éénfrontoorlog. En dat betekent ook dat zij alle soldaten aan het oostfront richting het Westfront, westfront, westfront kunnen sturen. In één laatste wanhoopspoging om Frankrijk en, Duitsland, uh, sorry, Frankrijk en Engeland en Amerika te verslaan. En dat vindt plaats en. In de zomer van 1918, het Lente-offensief. Het Lente-offensief is een enorm offensief van het, oosten, van het Oostelijk Front, wat richting het Westelijk Front is geweest, om zoveel mogelijk te gaan veroveren. Maar je ziet ook op dit plaatje dat het niet genoeg is. Er is een groot deel van Frankrijk wat wordt ingenomen door het, uh, door het Duitse leger. Maar het Duitse leger wordt ook weer vastgelegd in een nieuwe loopgraf, iets dichter bij Parijs. Dus het lijkt beter, maar dat is het uiteindelijk helemaal niet. Want het loopgraf is gewoon verplaatst. En daarna gaat het weer helemaal door. Zoals het vroeger ging. Dan wordt er op 11 november 1918. Gaat, komt de Duitse delegatie erachter. Nou, dit gaan we niet meer winnen. Dit is klaar. Dit, dit is sloes. Dus op 1918 om, 11 november 1918. Om 5 uur ochtends wordt een wapenstilstand afgeroepen. Een wapenstilstand uh, tussen Frankrijk en Engeland. Aan de ene kant. En Amerika aan de ene kant. En Duitsland aan de andere kant. Van we gaan nu niet meer vechten. Het is geen. Vrede. Er wordt nog niet besloten. Deze persoon heeft gewonnen, deze persoon heeft verloren. Maar het wordt eigenlijk besloten: er wordt even niet meer gevochten. Het is klaar. Daarbij werd Duitsland ook andere problemen. Want op dit plaatje zie je bijvoorbeeld een tank. En een tank, dat is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlogsvoering. En Engeland is de eerste met een tank. En door die tanks heeft het Duitse leger eigenlijk niks meer aan die loopgraven. Want die loopgraven, daar kun je nu met een tank gewoon inrijden. En dan kun je daarnaast die troepen die achter die tank aan gelopen zijn, die kunnen je loopgraven innemen. Dus die loopgraven die, uh, fungeer, die, die werken ook niet meer, omdat die tanks nu in de wereld zijn. Dus Duitsland kan dit eigenlijk niet meer winnen. Ze hebben nog steeds wel een oké okay luchtmacht. Ze hebben een heel groot leger met heel veel soldaten, maar zij kunnen dit niet meer gaan winnen. Dus eigenlijk moet Duitsland wel een vrede gaan sluiten. En dat gaan zij ook doen. In 1919 wordt de Vrede van Versailles wordt afgeroepen. Er wordt in die Vrede van Versailles wordt vijf dingen afgesproken. En dit zijn de belangrijkste afspraken die er dan plaatsvinden. Ik ga even de deur dicht doen, want de katten zijn hier dan bezig. Deze vijf dingen worden eigenlijk uh, afgesproken en vanuit deze vrede van Versailles gaat mede door deze vrede van Versailles gaat eigenlijk de Tweede Wereldoorlog later ook uitbreken. Duitsland was schuldig aan de oorlog. Dat wordt bovenaan gezet in de Vrede van Versailles. Duitsland was schuldig aan de oorlog. Duitsland heeft dit allemaal fout gedaan. Alles wat er fout is gebeurd in de oorlog, is de schuld van Duitsland. Duitsland moet aan iedereen die meegevochten heeft in de oorlog, moeten zijn betaling doen. Dus aan Frankrijk, aan Engeland, aan Rusland niet, want Rusland is op dat moment geen Rusland meer. Aan uh, Italië, want het heeft ook meegevochten in de oorlog. Aan kolonies van Engeland, nou trouwens niet, want het werd gewoon Engeland gedaan. En aan de Verenigde Staten. En België natuurlijk ook. Duitsland moet land af gaan staan. Heel veel land aan Frankrijk, aan België en aan Polen. En Polen, dat is wel interessant, Polen bestond niet op dat moment. Er was geen Polen. Dus nu wordt er eigenlijk gewoon een Polen gemaakt. Vanuit een gebied dat eerst Rusland was en uit het gebied dat eerst Duitsland was. Duitsland moet de dienstplicht afschaffen. Duitsland mag nog maar een leger hebben van 100.000 man. En die 100.000 man. Die moeten. Um, Nee, dat hou ik op. Die 100.000 mag maar een leger hebben van 100.000 man, niet meer dan dat, want anders zouden zij weer een oorlog kunnen gaan starten. En Duitsland, Duitsers mogen niet meer in het Rijnland komen. Het Rijnland wordt vertaan bezet door Frankrijk. Ja, tenminste niet door Frankrijk. Duitse soldaten mogen niet meer in het Rijnland komen, want dat zou betekenen dat er een oorlogsverklaring zou kunnen, dat zou als een oorlogsverklaring gezien kunnen worden, en daardoor zou uh, Frankrijk de oorlog kunnen gaan verklaren aan Duitsland. In Duitsland wordt dit verdrag. Niet heel erg tevreden opgenomen. Duitsland, in Duitsland is een enorme teleurstelling over de oorlog geweest. Want ze zouden winnen. En dat hebben ze nou niet gedaan. En er is een woede. Want er is een oneerlijk verdrag gesloten. De Duitse volk wordt verraden eigenlijk. En um, hierdoor is het Duitse volk zo boos. Dat er later eventueel nog een Tweede Wereldoorlog uit zou kunnen breken. Wat ook echt gaat gebeuren. Die Vrede van Versailles, deze vijf afspraken die moet je echt gaan kennen voor de toetsen en voor de volgende toetsen en toch voor je examen ook nog. Want de Vrede van Versailles is een van de belangrijkste documenten ter wereld ooit. De les willen we nogmaals om af te sluiten. Jullie kunnen uitleggen hoe de moordaanslag op Frans Ferdinand ertoe leidde dat de Eerste Wereldoorlog uitbracht. Dat is dat enorme clusterfuck van dingen die er gaan gebeuren, waardoor er heel erg veel mensen oorlog aan elkaar gaan verklaren. Helemaal het begin van deze uitleg, kijk dan nog een keer terug, ga het niet nog een keer uitleggen. Een totale oorlog is een oorlog waarbij de volledige nationale economie in dienst is van het leger. Dus mensen gaan niet meer echt voor zichzelf produceren om winst te maken, maar voor het leger produceren om het leger te laten winnen. En wat wordt er in de Vrede van Versailles afgesproken? Dat zijn die vijf afspraken. Duitsland is dus hoofdschuldige. Duitsland moet betalen. Duitsland moet land afstaan. Duitsland mag geen leger meer hebben. Duitsland mag niet meer in het Rijnland komen. En dan ga ik nu de les afsluiten. En ik denk dat dit wel echt een hele tijd is geweest. Bijna een half uur.